In verband met de viering van de Dag der Marons was er vanmorgen een ceremonie op het plein van 10 oktober 1760 op de hoek van de Henk Aron en de Pengelstraat. Het begon met een plengoffer, gevolgd door een kranslegging bij het monument. Onder de aanwezigen waren diverse ministers, parlementariërs en leden van het traditioneel gezag van de Marongemeenschap. Volgens minister Robert Beneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft elke Surinamer recht op onderwijs en cultuurbeleving, dus ook onze landgenoten in het diepste binnenland. Als minister van Onderwijs ben ik zeer bewust van de ontwikkeling die in het binnenland nodig is. Niet voor niemand daar heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zorg gedragen dat er bevoegd kader naar het binnenland gaat, zodat ook onze Marons ook de beste ontwikkeling krijgen om zodoende in de maatschappij te kunnen voldoen. Het binnenland zal altijd prioriteit genieten. Binnen het kader van het Basic Improvement Program is ook opgenomen de verbetering van alle lokalen en scholen in het binnenland. Vanaf deze week zal ik bezoekjes beginnen af te leggen aan het binnenland om uiteindelijk kordaat optreden zaken te doen veranderen. Wij zijn in ontwikkeling. Niet alles wordt in één dag gedaan. Maar uiteindelijk zijn de middelen nodig om uiteindelijk de zaken te kunnen realiseren. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling zegt dat de Bashas veel problemen van het binnenland hebben aangekaart. Hij gaf aan dat de regering deze problemen zo spoedig mogelijk zal proberen op te lossen. En ja, ik heb die kreten gehoord, ja, van de kapitein. Ik heb al aangegeven dat deze regering serieus bezig is met het binnenland. Echt serieus. We zijn bezig samen met collega HI. We hebben samenwerkingen, collega ROGB, met LVV, met onderwijs. Vrijdag nog gaan we naar een district. Brokopondo. We trekken samen op om die problemen daar aan te pakken. En dat van de eerste levensbehoeften. Ik kan u zeggen, mensen van Pamaka zijn hier. We zijn al begonnen op Neeskondre. We waren laatst geweest naar Atchoni, onder mijn leiding daar, om de zaak daar ook te bekijken. Voor het opzetten van ruimtes waar je eerste levensbehoefte voor dezelfde prijs als van de stad kan kopen. Want inderdaad, de prijzen daar zijn niet te doen. Dus dat alles doe je. Maar we vragen dat iedereen dat stukje ondersteuning geeft. Niet alleen om mooie foto's en headlines te halen. Maar ook die daadwerkelijke ondersteuning geeft. Om het binnenland werkelijk te helpen ontwikkelen. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. Hij sprak vanmorgen tijdens de ceremonie op het plein van 10 oktober 1760 op de hoek van de Henk Aron en de J.A. Pengelstraat.